Wij werken in onze kliniek met verschillende methodes om ernstige neuropathische pijn te behandelen. En één daarvan is het werken met crèmes die we ontwikkelen in een speciaal research and development traject die we samen uitgezet hebben met een apotheek die voor ons deze nieuwe crèmes samenstelt. Een van de crèmes die we in ontwikkeling hebben momenteel is een crème op basis van het bekende antidepressivum amitriptyline. Dit is een stof die je tot je kan nemen, gewoon oraal, met een glaasje water, eenmaal per dag voor het slapen gaan, 10, 25 milligram. Dat helpt in het algemeen vrij goed tegen ernstige neuropathische pijnen. Maar sommige patiënten hebben erg veel bijwerkingen als ze het moeten innemen. En tegelijkertijd is amitriptyline een hele mooie pijnstillende stof. We hebben geprobeerd amitriptyline in crème te maken en het is ons gelukt om twee verschillende soorten amitriptyline crème te maken. De volgende patiënt vertelt wat er gebeurt als hij, terwijl hij last heeft van ernstige neuropathische pijnen op basis van insulineafhankelijke suikerziekte, wat er gebeurt als hij amitriptyline crème smeert op zijn handen waar hij veel pijn aan heeft en op zijn voeten. Hier zijn verhaal. Goedemiddag, Steve. Goedemiddag. Sinds 2006 heb je in ieder geval diabetes mellitus type 2, waarvan je insuline afhankelijk bent. Ja. En de internist schrijft dat je een gevorderde diabetische neuropathie hebt. Mm-hmm. Natuurlijk. En sinds wanneer heb je die neuropathie? Ja, dat is nu een goede 3 jaar. Januari, februari, 3 jaar terug. Dus 3 jaar dat ik met die pijn zit, ja. En hoe voelt dat? Verschrikkelijk. Dat zit over je hele lichaam. Met eigenlijk, ja, meestal geconcentreerd benen, onderbenen, voeten. Mm-hmm. En wat voor gevoel is dat? Stekende pijnen, knagende pijnen, ja, onhoudbare pijnen momenten. En als 0 geen pijn is en 10 is de meeste pijn, hoe voelt dat dan in de voeten? 11 telt niet, hè? Dus dan zullen we 10 nemen. 10. Ja. Ja. En wat gebruik je daarvoor? Medicijnen? Ja, morfine, pleisters en Valtrem. Dus een soort, naar het schijnt, morfine-achtig druppel ding. Als medicijn, maar ja, dat pakt wel iets weg, maar ook niet alle dagen. Nu hebben we amitriptyline crème 5% aan je meegegeven om uit te proberen wat dat nou doet op de pijn. En je hebt net verteld dat je pijn in je handen had en in je voeten had tegen mij. Wat voor effect had het op je handen allereerst? Ja, waanzinnig goed. Ik bedoel, echt hevige pijnen waar dat je handen eigenlijk wat verkrampen van de pijn. En ja, je deed dat erop en eigenlijk na 10-15 minuten was die pijn quasi weg en bleef die ook weg. Dus dat was een heel mooi resultaat. Als de pijn voordat je de crème opdeed, wat voor cijfer zou je eraan geven? Ja, toch een 8, zeker. En na de crème, na die 15 minuten? Ja. Noem het een 2, maar bedoel, het is eigenlijk zo goed als dat de pijn weg is eigenlijk. Dus. En ook heb je die crème op de voeten gesmeerd? Ja, de enkels en zo, ja. En hoe was de pijn daarvoor? Ja, zoals je ziet, dat, ja, 8, 9, 10, noem maar op, is een zwaar, echt hevige pijn. En wat deed dat als je die crème op de enkels smeerde? Ja, ook zo, nou, denk ik een kwartier, 20 minuten, echt een zware verbetering. Niet hetzelfde effect als op de handen, maar die ging toch zeker dan van die 8, 9 naar misschien een 4, 5, dus toch een halvering van de pijn eigenlijk. En hoe lang hield dat aan bij de enkels? Wel, bij de enkels, ja, de ene keer bleef die pijn weg, de andere keer zou je na enkele uren, een viertal, vijftal uren, eigenlijk terug wat willen aansmeren hebben voor de pijn die dat gekomen was eigenlijk. Oké, hartelijk dank voor dit gesprek. Ja.